Der wie nu het prachtige loften en dat na het donkere waar van het weekend. Maar vooral juster het rooienwetter en de buien. Snits kwamen om 22 mm en dan is het toch ik bij ons nog flink wiet. Juwet koot wat opdroegje en ik koos zij even boeten steen. Wol, de verwachting. Joen en vannacht. Ja, een vrij heldere nacht en daar toch kwam het flink hou. Nou is 1 graad op het Vestloon, op Eiloon 4 of 5 graden. Maar dan zit de wind even langer in het noorden, op oren plakken al vrij gauw uit het oosten mooi. En de wind is zwak op zijn heest matig. En dan de kans op mist en de kans op vroostende groen. Misschien, meneer Petit, hier en daar zelfs wat glijdens. En dan terug naar morgen. Het wordt nog zo'n dag mooi, redelijk wat zinnen. Ik nog wel wat bewolking, maar wol droeg en een positieve dag. Temperaturen 8 of 9 graden, zeg maar wol gewoon voor deze tijd van hier. Nou, misschien krijg ik een graadje aan heen gekant. En verder een matige wien of zwak uit het oosten mooi, maar die helpt wel aan, wordt vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan begint het koud aan te vielen. De nacht die volgt nog altijd een kans op dampwaar en vroostende groen en dan het fruitjoch. Dan komen ze weer, de donkere novemberdagen. Waanzin bewolkt en ik heb waanzin wat lichter aansteen. Rijn op toonsje en op vrijd, maar op waanzin en toonsje temperaturen om de beide zongraden heen. Op vrijd zijn 8 graden en de wien meestentijds uit het oosten, lettermeer, zuid-zuidoost. Ja, en de wien maakt het koud. We met de moon, maar weer even in het waanzin.